Hallo, mijn naam is Rianke van der Zee en ik geef het vak dienstverlening en producten. Vandaag met deze doelmiddag laat ik jullie zien hoe je een bijzondere sandwich kan maken. Dus bijzonder wordt die zeker, want ik ga hem beleggen namelijk met mosterd, met jam en met augurk. Vreemde combinatie, ik ben benieuwd waar jullie mee komen. Wat heb je nodig? 2 boterhammen en alles wat jij lekker vindt op een boterham. Ik begin met deze, met mosterd. En ik ga de stukjes brood besmeren, alsof ik het besmeer met boter. Nou, mooi verdelen over de boterhammen. Daarna komen de stukjes augurk erop. Deze heb ik alvast in plakjes gesneden. Zoals je ziet gebruik ik 2 verschillende snijplanken. Deze is speciaal voor de groenten, de groene, en de witte is speciaal voor brood. Voordat je begint is het belangrijk dat je je handen goed hebt gewassen, dat je al je sieraden af hebt, maar ook dat je je haar in de staart hebt. Nog belangrijker, om je kleding niet vies te maken, is het schort natuurlijk. Nou, ik verdeel de augurk mooi over de boterhammen en dan komt de jam erbij. Ik doe 2 toefjes van de jam erbij en die verdeel ik ook eventjes met het mes over het broodje, zodat het goed overal de smaak erbij is. Heb je dat gedaan, doe je de andere boterham erop en dan snij je hem dwars door. Op deze manier, zodat hij straks mooi in het doosje past. Pas goed op je vingers. En dan leg ik ze even op het bord. En dan is de sandwich klaar. Eet smakelijk. Daarna is het natuurlijk belangrijk om te gaan afwassen. Hallo, ik ben Jolanda de Ruiter, docent Nederlands. En ik ben Marlijn van der Meer. Ik geef hier op school beeldende vorming. Samen gaan wij een paar voorbeelden laten zien van hoe je een doosje leuk kan versieren. Veel succes! Je hebt zo net een broodje gemaakt en nu ga je daarbij een doosje maken. Zoek thuis naar allerlei materialen die je kunt vinden, zoals verf, schaar, papier, mooie stiften. Als het goed is, heb je thuis de uitslag gekregen. Zo noemen we deze. Die kun je straks mooi gaan versieren, uitknippen en in elkaar vouwen voor je broodje. Hoe kun je je doosje versieren met leuke sierletters? Eigenlijk is hier een heel makkelijk trucje voor. Je wisselt grote en kleine letters een beetje af. Bijvoorbeeld broodje. Je ziet dat ik geprobeerd heb om de B een beetje kleiner te maken, de R weer wat groter, de O's weer op een ander formaat. Dat kun je ook doen met je eigen naam, is ook leuk. Kleine A. De volgende stap is dan dat je alle strepen naar beneden een beetje dikker maakt. Dus je volgt gewoon je eigen handschrift. Dit heb ik ook gedaan op de doosjes. Dus eerst gewoon het woord sandwich. En daarna ben ik hem dikker gaan maken.
zagen? Zo. Kom maar even uit. Alsjeblieft. Oh. Je haar is niet vast. Geen bril op. En geen geheugenscherm. Zou je dat alsjeblieft even willen doen? Tuurlijk. Top. Sorry hoor. Mijn haar ook? Je haar ook. Waarom dan? Nou, veiligheid gaat voor alles, hè? Oké. En drink om je vingers. Maar dat valt wel mee, toch? Deze is niet zo heel gevaarlijk, toch? Komt goed. Maar wat is dat dan eigenlijk? Dienstverlening en producten. Dienstverlening en producten is een ontzettend breed vak. Je verleent een dienst en maakt een product. Net zoals wat jullie nu eigenlijk hebben gedaan. Je maakt een sandwich. Deze ga je mooi verpakken in een doosje, in een product eigenlijk. En die kun je bijvoorbeeld aan iemand geven die je leuk vindt. Of juist wat minder leuk. Als hij wat minder geslaagd is, het broodje. In klas 2 kom je al in aanraking met dienstverlening en producten. Dat is nog vrij breed. Je gaat van alles nog wat meekrijgen. Maar wat is dat nou eigenlijk, dat van alles? Nou, dat komt weer voor in klas 3. In klas 3 heb je 3 lesuren in de week. Ga je in de techniek. Ga je leuke dingen maken, bijvoorbeeld een lampje die ook echt werkt. Of een mooi doosje van hout. Maar in de keuken heb je ook nog les. Dat is ook 3 lesuren in de week. Daar maken we ook van alles. Van een stampot tot een eigen gemaakte pizza. Kan van alles zijn. En dan heb je nog 6 lesuren in een computerlokaal, zoals hier beneden. Hierbij leer je bijvoorbeeld werken met Excel. Hoe je het beste een mooie PowerPoint kunt maken. En hoe je nou een goed verslag maakt in Word. In klas 4 komen keuzedelen aan bod. Dit kan bijvoorbeeld zijn meubel maken in een technieklokaal. Dan ga je hem ook maken 3D op de computer met het programma SketchUp. Maar je kan ook denken aan facilitaire dienstverlening. Dat is een eigen restaurant beginnen. Daarbij verleen je dienst van dienstverlening en producten. Ook uiterlijk verzorging kan, met een gezichtsbehandeling die je geeft aan een ander. Kan ook een dienst zijn. Maar je kan ook denken aan ondernemen of aan fotografie. Kan van alles zijn. Dit is inderdaad een mooi stukje fotografie. Nou, ja. Kijk. En zo heb je een heel mooi product gemaakt. Dit is wat je doet bij dienstenverlening en producten. Onder andere. Ik hoop dat je een mooi beeld hebt gekregen van hoe dienstverlening en producten in elkaar zit. En nog leuker, jij gaat nu je eigen sandwich maken. Maak je de mooiste? Laat dat zien, want je kunt hem inleveren via dit adres. En als je hem inlevert, maak je kans op mooie prijzen. Ik wens jullie heel veel succes en ik hoop jullie natuurlijk te zien op DRSG.